Jimmy, onze Go & Glow paletten. We hebben die in twee verschillende kleuropties, peach en nude. En ik krijg hier best wel veel vragen over. Ik heb het idee dat beide paletten iets meer een pro-palet is dan een consumentenpalet. En dat komt natuurlijk omdat twee verschillende kleuren blush aanbieden en twee verschillende kleuren highlighter in één palet. Mm-hmm. En dat mensen vaak niet weten, wanneer gebruik ik nou welk palet? Heb je daar? Help ons! Ja, je zegt het is een pro-palet. Ja, ik ben er zelf inderdaad heel erg blij mee, omdat ik natuurlijk heel veel opties heb. Maar ik kan me ook voorstellen dat je thuis ook heel blij bent als je dit voor jezelf hebt. Want je huidskleur verandert ook gedurende een jaar. Je hebt zomer en winter. En je ziet in beide paletten dat één kleur iets helderder is dan een andere kleur. Dus zo kan je het een beetje bekijken van de ene is voor als je wat lichter bent, anders als je wat getinter bent. Maar je kan natuurlijk ook de kleuren afwisselen. En mixen vaak. En mixen, dat kan zeker, ja. En wat je ziet, het zijn twee matte blushes en twee shimmery highlighters. Mm. En die highlighters zijn super mooi glowy. Ik weet niet of je het kan zien. Ja. En er zit ook een beetje een gouden sparkle in. Dus je kan het heel mooi combineren met die blushes. Ja, want dat heb ik ook vaak het idee dat mensen niet doorhebben dat bij deze blush deze highlighter hoort en andersom ook daar. En dat geldt ook voor de peach variant. Dus dat we hebben bekeken met onze make-up artiest welke kleur highlighter nou het beste blend en het mooiste staat bij blush. Dus ik zou het zo doen. En als je het mengt, meng het dan allemaal gezellig met elkaar. Ja, ja. Top. Ja. Qua kleur is het misschien de vraagteken van welke kleur past het beste bij mij. Wat ik eigenlijk zie in deze paletten is, dit is een wat rozere, een beetje wat meer nude kleurtjes. En dit is wat, ja, wat feller qua kleur, wat meer peach. Er zit iets meer oranje in. Dus het is misschien een beetje een persoonlijke voorkeur. Maar je kan het ook zien als rozere tinten zijn wat frisser in je huid. En wat warmere, wat meer oranje tinten, die brengen wat meer warmte in de huid. Dus wil je juist een blush gebruiken voor wat meer frisheid in je gezicht? Of wil je wat meer warmte in je gezicht? En ik zou zeggen, deze kleuren zijn prachtig op een donkere huid, omdat die dus wat warmer zijn. En deze zou ik dan eerder voor een wat lichtere huid doen. Ja, en ik merkte dat ik afgelopen zomer heel erg naar dit palet neigde. En toen was ik wat meer getint en vond ik het ook fijn om wat feller blush en highlighter te hebben. En in de winter, waar je toch iets vergrijzdere ondertoon hebt, vond ik dit heel mooi staan. Ja, want dan heb je die frisheid van het roze. En daar wordt iedereen natuurlijk blij van. We hebben volgens mij genoeg gepraat. Laten we het opnemen. Ja, goed idee. Alright, voor welke zou je willen gaan? Ik denk, ja, ik ben best wel wit. Laten we voor de nude. Voor de nude gaan. Alright, nou, we hebben natuurlijk verschillende producten in het palet. Een highlighter en een blush. Dus ik gebruik ook twee tools daarvoor. Natuurlijk. En ze zitten, alle tools die we gebruiken zitten in onze A3's Bar Set. Yes. Dus dat is gewoon een absolute must-have. Als je die hebt, dan kan je alle producten van ons assortiment gebruiken. Absoluut. En ik heb een grotere kwast en wat kleinere kwast. En de kleinere kwast ga ik gebruiken om de highlighter mee op te brengen. En de grotere kwast om de blush op te brengen. En ik ga voor deze kleur hier. Mm-hmm. Ik wil dat gewoon een mooie, frisse, rosy blush. Zodat je er mooi fris uitziet. Ik begin dus met de highlighter. En dat is dus iets... Jij begint met de highlighter? Ja, dat wilde ik net zeggen. Dat is iets wat veel mensen niet doen. Want ze beginnen vaak met de blush en brengen dan de highlighter op. Maar persoonlijk vind ik het mooi om eerst de highlighter op te brengen en daarna de blush. Zodat je niet met de highlighter te veel van de blush wegneemt. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik ben benieuwd. Toch? Dus ik begin met de highlighter. En die plaats je echt helemaal aan de bovenkant van mijn jukbeen. Ja, het hoogste gedeelte van de jukbeenderen. En ik vind het dan ook wel mooi om het heel lichtjes onder de wenkbrauwen aan te brengen. En die blending mooi in de huid. Let er wel op dat je hem niet te veel naar binnen toe brengt. Dus hou het een beetje aan de buitenkant van het oog naar buiten. Dit gedeelte. Als je hem te veel naar de binnenkant toe brengt, dan gaat het een beetje je pori accentueren. Wat we allemaal wat meer hebben op onze cheeks. Ja, en het mengt ook in je concealer en dan wordt het heel lelijk. Ja, ja. Kijk, je ziet dat dit echt mega glans creëert op de huid. Hmm. En ik hou zoveel glans. Ja, ik ook. Ja. Ik ook. En dan ga ik naar de blush. Ik pak een beetje deze. En dit doe ik dus met een wat grotere kwast. En ook hier niet te veel product. Gewoon heel zachtjes. Alsof je de wangen aantikt. Dus tap, tap, tap.
En daardoor zorg je ervoor dat die highlighter en die blush heel mooi samensmelten. En dat het een mooi geblend blush wordt. Mooi. Je vertelt het zo lekker alsof je een chocola hebt. Oh. Wat heb je liever, chocola of make-up? Make-up. Oké. Chocola wordt er helemaal dik van. Oké, de andere kant. Dus de hoge delen van de jukbeenderen. Dus eigenlijk waar als je naar het licht kijkt en de delen die oplichten, dat zijn de onderdelen die je wilt accentueren. Ik vind dat echt een top tip. Ik ga dus ook voortaan eerst mijn highlighter doen en dan pas mijn blush. Ja, soms heb je gewoon als je blush op doet en daarna highlighter, dat de kleur van de blush ook vervaagt. Ja. Ik heb het vaker gezien en dat ik iets te veel glans in de wangen krijg. En daar hou ik op zich niet van. Ja. Het moet gewoon warm zijn, maar niet glanzend. Het moet niet een streep worden van een highlighter. Oké, dus blend. Dus de plaatsing van de blush ook nu weer. Ik doe hem iets meer wat hoger op de jukbeenderen. En ik blend hem mooi omhoog. Dus op die manier. Het is een hele mooie kleur dit. Die klinkt chocolaat. Nee. Nee hoor. Nee, maar ik zou geneigd zijn om toch voor misschien deze te gaan. Maar je ziet dat die echt super gepigmenteerd is. Ja, de pigmentatie van ons product ben ik wel echt heel tevreden over. Ja, je hebt niet heel veel product nodig en blijft ook echt de hele dag zitten. Het heeft een hele diepe, warme afgifte. Zeker. Dan ga ik met diezelfde highlighter. Ga ik met een wat kleiner kwastje. Mag je even je ogen sluiten. Doe ik heel lichtjes op het ooglid. Om de look een beetje af te maken. Want wie zegt dat je dit alleen maar op je wangen kan gebruiken? Dus ik plaats hem op het ooglid. En ook dat zorgt voor een mooi lichtpuntje. En zo kan je eigenlijk spelen met de kleuren als je dit palet hebt. Als je dus iets meer warmte wilt of je wilt een iets fellere blush, dan kan je voor deze gaan. Maar je ziet dat dit ook al heel erg mooi is, heel mooi natural. Dus ja. De keuze is reuze. Ja, zeker.